Iedereen, welkom bij deze workshop. We hebben hier 5 kennishouders hebben we zitten. En hier staan de onderzoeken waar hij of zij bij betrokken zijn. Het opzet van deze workshop is, ik heb de kennishouders gevraagd om 2 multiple choice vragen op te stellen. Die gooien we zo meteen op het scherm. En dan kan iedereen met zijn telefoon kan hij daar een antwoord op opgeven. En dan komt er een korte toelichting van desbetreffende kennishouder. En dan komt er een korte presentatie van zijn of haar project en dan kunnen we ook vragen stellen. En ik stel voor dat we dan met de eerste beginnen. Ieder kan met de telefoon naar menti.com gaan. Dus niet mentimeter.com, maar menti.com. En dan de code 56318 die er bovenin staat in te voeren. Oké, jullie doen nu allemaal wel mee. Wat is het grootste effect van ozondosering op het effluent? Dat is de eerste vraag. En die vraag is opgesteld door Manon Begger, procestechnoloog bij Waternet. En als er over de 10 antwoorden zijn, dan kunnen we een toelichting geven op de vraag. We hebben wel gemerkt bij de vorige sessie dat hoe moeilijker de vragen zijn, hoe langer het duurt om de antwoorden te verzamelen. Manon, kan je toelichting geven op deze vraag? Ik zou je... Ja, zeker. Alsjeblieft. Eigenlijk de blauwe, de eerste, dat is waar we het voornamelijk voor gebruiken op RWCT-effluent. Het afbreken of oxideren van microverontreinigingen. Maar natuurlijk hebben we gezien in het verhaal van Gerard Reis vanmorgen dat we ook iets aan de toxiciteit doen. En daar zagen we dat na oxidatietechnieken ook het toxiciteit of de toxiciteit verlaagt. Oké, dankjewel. Dus meerdere antwoorden mogelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag. Wat zou ozondosering voor een nageschakeld actief koolfilter voor resultaat hebben op het effluent? Sorry. Rekent? Weet ik niet. Ja, weet ik niet. Dat is het vijfde antwoord. Ja, die zit inderdaad niet, die zit er niet bij. Helaas. Manon, we hebben de antwoorden ontvangen. Ja, ze rollen binnen. De laatste. We hebben een combinatie van 2 technieken, ozon en een actief koolfilter. En dat heeft een hoger verwijderingsrendement van microverontreinigingen. We verwijderen een heel breed pakket aan microverontreinigingen daarmee. En we verlengen de standtijd van het actief koolfilter door een voorgeschakelde ozondosering. Oké, dankjewel. Jullie zijn bezig met het O3 step of het ozon step. Zou je iets meer kunnen toelichten over jullie project, waar jullie staan en wat jullie planning is en waar jullie naartoe gaan? Ja. Het begint eigenlijk bij het one-step filter. Op Horstermeer hebben wij een one-step filter staan. Dat is een actief koolfilter, vast bedfilter, waar we nutriënten verwijderen en zwevende stof door middel van een zeebrondosering nitraat verwijderen en een coagulantdosering, daarmee verwijderen we fosfaat. We hebben toen we dat filter in bedrijf namen een jaar lang gemeten, wat kunnen we nou aan microverontreinigingen verwijderen in de tijd en welke stoffen, welke micro's kunnen we verwijderen. Nou, we hebben gezien dat we een standtijd hebben van iets van 4 tot 6 maanden. En daarna verwijderen we of kunnen we geen micro's meer adsorberen. Daarna was het kool gewoon beladen. Toen is het idee ontstaan door een ozondosering voor het granulair actief koolfilter te plaatsen. Kunnen we mogelijk de standtijd van het kool verlengen. En we hopen dat we dat hebben we uit de... we hebben een literatuurstudie gedaan daarna en een labschaalproeven. En de labschaalproeven... daaruit zagen we dat we een standtijd, de standtijd 2 keer konden verlengen. Dus wat ik zeg, 4 tot
5-6 maanden, zou dan 8 tot 10 maanden kunnen worden. En daarmee hoef je dus minder vaak je kool te reactiveren. En kan je dus duurzamer uitkomen. Nou, we hebben dit concept alleen nog maar op labschaal getest. We willen een pilot gaan draaien met Witvenenbosch en Nijhuis. En dat hopen we in oktober te kunnen starten. En dan willen we op pilotschaal gaan kijken wat echt de combinatie van die twee technieken oplevert. Oké, dankjewel. Zijn er vragen aan Manon met betrekking tot dit onderzoek? Ik zie bij een verwijdering van veel verschillende stofgroepen. Hoe vindt dat plaats? Worden dan stoffen deels geoxideerd? Ja. Waardoor ze op een gegeven moment wel afgevangen worden? Ja, je hebt door die oxidatie kun je stoffen weer biologisch afbreekbaar maken. Die stoffen hoeven niet te adsorberen in het kool. Die kunnen in het biologisch actief koolfilter verwijderd worden, omgezet. Er zullen ook stoffen zijn die nog wel niet biologisch beschikbaar komen. En die kun je nog adsorberen aan het kool. Dus daarmee hou je dus langer plek voor stoffen om te adsorberen. Blijft een eventueel overschot aan ozon? Wordt dat ook omgezet in je actief koolfilter? Nee, de kunst is om de juiste combinatie te vinden, dat je niet te veel ozon doseert. Komen we straks ook nog wel op het bromaatverhaal. Daar moet je onder blijven, maar je kunt dus een combinatie zoeken tussen je kool, hoeveel kool heb je en de tijd dat het in het koolfilter zit en hoeveel ozon moet je doseren. En daar proberen we de meest, gunstigste balans in te vinden. Ja, dat begrijp ik. Alleen de samenstelling van je water is niet constant in de tijd. Dus hoe regel je dat dan af in de praktijk? Nou, de ozondosering zal op een online DOC-meter gaan plaatsvinden. Maar we zijn nog niet begonnen. Hiernaast mij hebben ze daar ervaring mee. Die ervaring nemen wij straks mee. Maar heb je op ozondosering houden? Ja, klopt. Super. Dankjewel. We hebben nog ruimte voor één vraag. Is er iemand die een vraag voor Manon heeft? Je zei net dat je ozon wil gebruiken om de standheid te verlengen. Dat zou een duurzaamheidswens kunnen opleveren. Heb je daar enig gevoel bij? Of het ozon verbruikt natuurlijk ook energie om te produceren? Of de duurzaamheidsladder doorstaat, of de duurzaamheidsweegschaal doorstaat richting het frequenter regenereren van kool of de productie? Ja, in de berekeningen die we gedaan hebben, is het vaker regenereren van het kool duurder en minder duurzaam dan het gebruik van ozon. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar onze volgende kennishouder. Dat is Erik Knol. Erik Knol is senior procestechnoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. En Erik is zeer nauw betrokken geweest bij de pilot die daar uitgevoerd is. En dan beginnen we met de eerste vraag die Erik heeft geformuleerd. Wat is de eerste stap die je zou nemen bij de start van een project om een oxidatieve techniek op een zuivering te introduceren? Ja, ik krijg al het idee welke. Goed, Erik, zou je kort toelichting kunnen geven op de vraag? Ja, natuurlijk. Je kunt altijd zien of er adviesbureaus in de zaal zitten. Die geven altijd antwoord 2. Je kunt overal mee beginnen natuurlijk. Alleen belangrijk is wel om te weten of je een probleem hebt of niet. En bij Delfland zijn we eigenlijk, Jouke is onder andere beleidsmatig begonnen om te kijken van ik wil eigenlijk een vierde trap zuivering hebben om het water gewoon onze polder in te krijgen. En we moeten aan de kaderrichtlijn water voldoen, dus hoe gaan we dat doen? Welke techniek gaan we gebruiken? En toen hij bij ons kwam van we gaan een pilot uitvoeren, toen zeiden wij als technologen van laten we nou eerst eens gaan kijken of we überhaupt een probleem hebben en welke stoffen erin zitten. Dus wij zijn op dat moment eigenlijk eerst gaan meten. We hebben eerst een vijftal metingen van het effluent gedaan om te kijken welke stoffen zitten erin en welke groep stoffen zijn het, wat meten we heel vaak, welke meten we echt ver boven de detectiegrens, zodat we daarna ook een rendement kunnen berekenen om te kijken van hoe werkt de techniek. Nou, daarna zijn we dus, hebben we wat laboratoriumonderzoek gedaan, een pilot uitgevoerd en dat adviesbureau is er nog niet gekomen. Die gaat nu komen bij het ontwerp, bij de ontwerpfase. Oké, dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. T-
Tijdens het onderzoek zoetwaterfabriek hebben we veel stoffen gemeten. Maar tegen welke problemen lopen we dan aan? Nou, Erik. Ik vind het wel leuk dat er nou ook iemand is, geen wat meten is weten. Dat vind ik fantastisch. Ik zeg maar, want in de vorige workshop heb ik gezegd, toch, ik ben blij dat er niemand die eerste beantwoord heeft. Maar uiteraard... Uiteraard is dat ook zo. Meten is ook weten. Ja. Alleen je moet wel het goede meten om niet onnodig geld uit te gaan geven. En al die analyses die we doen, die zijn heel erg prijzig. Waar we echt tegenaan gelopen zijn, is dat we gezien hebben dat detectiegrenzen, verschuivingen in detectiegrenzen, verschuivingen in de tijd, verschuivingen in matrixes, waardoor we dus echt andere detectiegrenzen krijgen en dan nog eens een goed verhaal ervan maken voor een STOA-rapport en rendementen uitrekenen. Die is wel heel erg lastig om daar iets mee te gaan doen. Daarnaast is het ook zo dat oxidatie natuurlijk stoffen transformeert naar andere stoffen die je weer niet allemaal kunt meten. En dan moet je ook echt gaan afvragen, ja, meet ik dan wel de goede zaken? Dus vandaar dat wij ook tijdens de pilot heel veel simonietesten hebben gedaan om te kijken wat doet nou de toxiciteit van het water. En daar eigenlijk ook best wel een zware weging aan hebben gehangen. Uiteindelijk hebben we technologisch bepaald wat we gingen meten. En daaruit volgde gewoon het budget. En dat was gewoon, de projectleider moest het maar slikken en zorgen dat er meer geld kwam, zodat we konden meten. Want anders dan kun je gewoon geen goede proef doen. Je moet gewoon echt wel bepalen welke dingen heb je nodig om te meten. En in het geval van Delftland volgde daar het budget dus gewoon uit. Dus als het budget leidend is, dan kun je eigenlijk geen goede proef doen, is mijn mening. Oké, dankjewel. Zou je voor even een korte toelichting kunnen geven op het project, hè? Waar jullie nu staan en wat de verwachtingen zijn? We hebben een jaar of 3 geleden zijn we begonnen met een pilot uit te voeren waar we 2 configuraties hebben getest. Dat is zand-ozon-zandfiltratie, of zandfiltratie en dan ozonisatie en dan zandfiltratie. En ozon en zandfiltratie achter elkaar. Dan hebben we de laatste zandfiltratiestap hebben we ook nog vervangen door actieve kolenkeer om te kijken of dat werkte. Waarbij het uitgangspunt wel was, er staat een continu zandfilter op de grote lucht en die moet eigenlijk gewoon gebruikt blijven worden. Die mogen we best vullen met kool, alleen we gaan er geen filterstap bij bouwen. Dat we ook wel een investeringslimiet hadden wat we mochten investeren. Uiteindelijk is dat eind vorig jaar hebben we die STOA-rapport hebben we afgerond. En we hebben een bestuursvoorstel gemaakt en die is afgelopen 14 februari goedgekeurd. Dus we zijn nu echt in de fase dat we een demo-installatie gaan aanbesteden en bouwen. De verwachting is dat we die ergens rond 2023 operationeel gaan hebben. Dus dat is eigenlijk de status waar we nu staan. Oké, dankjewel. Zijn er vragen voor Erik? Met betrekking tot het onderzoek de grote lucht. Ja, toch wel. Je gaf dus aan dat je lopende het project tot inzicht kwam dat je te weinig budget had voor het geheel. Nou, dat is eigenlijk wel vrij in het begin hoor. Als je ziet wat die metingen allemaal kosten die je moet gaan doen, dan hebben we daar inderdaad wel iets budget voor de pilotophoging, voor de pilot moeten ophogen om dus gewoon alle metingen te kunnen doen. Eigenlijk was dat niet te voorzien voordat ik die pilot ging doen. Ben je dus verrast door bepaalde ontwikkelingen? Nou, ik niet alleen. Dat komt dat ze meer beleidsmatig hadden bepaald van dit is het budget, dit is de pilot en hier moet je het mee doen. En als je dan gaat meten en je ziet van goh, er zitten toch meer stoffen in waarvan we wel willen weten wat die doet, dan krijg je gewoon een duurder analysepakket. En het was bij ons dus niet alleen medicijnresten, maar we hebben ook we hebben zware metalen meegenomen. We hebben CZV meegenomen, we hebben allerlei DOC-analyses. We hebben echt bestrijdingsmiddelen meegenomen, maar ook röntgencontrastmiddelen. PFOS hebben we meegenomen. Echt een hele lading stoffen die gewoon, eigenlijk alle stoffen die in het effluent zaten, die oxideerbaar waren. Of die aan kool aan het hechten waren, omdat het in eerste instantie ook in de pilot zat, hebben we meegenomen in het analysepakket. Ja, goed. Je noemde net al eventjes het STOA-rapport, wat recentelijk gepubliceerd is uiteraard online beschikbaar. Ik zag in het STOA-rapport dat jullie gekozen hebben voor een ozondosering van 1 gram ozon, over DOC. Ik zie toch wel vaak in onderzoeken in Duitsland dat men toch lager zit, 0,6, 0,7. Wat is de reden waarom jullie hoger zitten? Ja, dat klopt inderdaad dat wij hoger zijn gaan zitten. De grote lucht die loost zijn water nu op de Nieuwe Waterweg. Dus dat gaat in principe naar Rijkswater toe. Alleen de doelstelling van het project was om het water in de eigen polder in te brengen. Om een waterharmonica te voeden met water. Vervolgens ook een zwemplas te voeden met water. En het dan door de rest van de polder als zoetwatervoorziening gewoon te laten leiden.
En de vergunningverlener bij Delfland heeft gewoon gezegd dat vinden wij best als je maar aan de kaderrichtlijn watereisen voldoet. Dus we moesten op stofniveau moesten we eigenlijk aan alle eisen van de kaderrichtlijn water gaan voldoen. Dus vandaar dat we ook naar een relatief hogere ozondosering zijn gegaan. DOC-dosering. En als aanvulling daarop is misschien wel leuk voor Manon om te weten, is dat we in de full scale waarschijnlijk geen DOC-sturing gaan toepassen, maar een TOC-sturing. Omdat die beter te analyseren is en nauwkeuriger blijft en minder snel vervuilt. Oké. Okay. Ik heb het al een paar keer genoemd, bromaatvorming. Zeker bij een hoge dosering ozon. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Er is voor oppervlaktewater is er in Nederland geen norm. En dat is al heel lastig. Dus we hebben daar zelf naar gekeken, wat vinden we acceptabel. We hebben gekeken, waar gaat het water heen? Het gaat in het geval van de grote lucht gaat het niet naar een drinkwaterweergebied. Daar kan het gewoon nooit komen. Dus we hebben gezegd, van, nou, dan hoeven we niet aan de drinkwaternorm van 10 te gaan voldoen. Want dat zou onevenredig laag zijn. Dus we hebben eigenlijk gestreefd dat we de Duitse en de Zwitserse norm zouden aanhouden van 50 microgram per liter. Dan hebben we op de grote lucht vrij hoge bromaatgehaltes. Ik hoorde net dat mijn buurman nog hoger heeft. Maar we zaten tussen de 300 en 750 milligram per liter bromide. Waarbij we dan uiteindelijk op tussen de 40 en 70 microgram bromaat uitkwamen tijdens de pilot. En het stuk waar Gerard vanmorgen aan refereerde, staan ook weer een aantal methoden in om het bromaat weer wat terug te drukken. Bijvoorbeeld met ijzer 2, waar je iets mee zou kunnen doen in de waterharmonica, door ijzer 2 houdende grond in te brengen. Dus dat zijn wel dingen die we nu wel onderzoeken en die we ook wel goed in de gaten houden om te kijken hoe kunnen we dat nou weer straks weer verminderen. Ja. Mag ik daar feitelijk nog iets aan toevoegen? Ja. Er is een MTR voor bromaat in Nederland, die is 30 microgram per liter. En voor drinkwater is het niet 10, maar 1 in Nederland. De drinkwaterijs. Ja? Ja, onze drinkwaterijs voor bromaat is 10 keer zo streng als die van Duitsland. Ja, dat klopt, ja, dat wist ik. Dus je moet je niet op de Duitse normen of ook niet op oppervlaktewaternormen richten. Als je water gebruikt in drinkwaterfunctie. Maar die MTR-norm is dan nog niet zo heel lang, want die was er twee jaar geleden nog niet, laat ik het zo zeggen. Vorig jaar hebben we gevonden op risico's van stoffen die ergens op de website. Nou, ga ik inderdaad ook even nakijken, okay. Dan gaan we daar ook naar kijken, want daar moeten we wel naar voldoen. Dus, maar vooral drinkwater is kritisch als stof. Ja, oké, okay. Klopt. Bedankt voor de toevoeging. Dan gaan we over naar onze volgende kennishouder en dat is Robert Kras. Robert is adviseur afvalwaterketen bij AMA's en zeer nauw betrokken bij de pilot Aarle Rikstel. We beginnen wederom weer met twee korte vragen. De eerste is, welk aspect vind jij het belangrijkste bij de keuze tussen een ozon biofilter en UV-peroxide als nageschakelde techniek? Ja, goed. Robert? Nou, het is eigenlijk een hele makkelijke vraag, want er zijn geen foute antwoorden. Het is, het is de vraag van wat vind jij de belangrijkste aspecten? Dat is gewoon naar jouw keuze in te vullen. Hè? Voor alles kan ik wel wat zeggen. We refereerden al aan het onderzoek wat we op Aarle Rikstel aan het doen zijn. Daar zijn we twee oxidatieve technieken aan het vergelijken. En dan zien we bijvoorbeeld dat bij UV-peroxide dat we behoorlijk wat energieverbruik hebben. Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt. Aan de andere kant zien we bij de ozoninstallatie, dus dat is die andere test, dat we wel bromaat produceren bijvoorbeeld, wat net ter sprake kwam. We hebben veel, net al gezegd eigenlijk, relatief veel bromide in het effluent zelf al zitten en een relatief hoge ozondosering. Dus we produceren zo'n 10 tot 40 microgram per liter aan bromaat. En dat is een aandachtspunt voor ons. Dus investeringskosten, daar stemt niemand op. Maar goed, dat is wel iets wat op zich ook wel belangrijk is natuurlijk als je het full scale gaat bouwen. Operationele kosten, idem dito. Ja, en voor veiligheid, je gaat toch weer met wat andere chemicaliën werken. En ozon, er zit ook weer veiligheidsaspect aan. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook belangrijk zou vinden. Oké, okay, dank je voor de toelichting. Dan gaan we naar de volgende vraag. Die is volgens mij net zo makkelijk. Ja? Oké, okay, nou we gaan het zien. Welke mogelijkheid lijkt voor jou het aantrekkelijkste ter optimalisatie van de oxidatieve techniek? En bijvoorbeeld is energieverbruik daarin.
Meestal zullen de antwoorden heel snel komen, wat ik al zei, dat de vraag relatief makkelijk is. Laat even op zich wachten. Nou, de eerste is er. Hè? De eerste is er, ja. Nou, we hebben al een groot aantal antwoorden. Ja, nou, net noemde ik al wat over beide technieken, hè, wat nadelen eigenlijk. In het ene geval heb je een hoog energieverbruik. En dat wordt bij ons dan met name veroorzaakt omdat die UV-transmissie relatief laag is. Dat betekent dat veel UV-straling die het water inzendt, eigenlijk al heel snel geabsorbeerd wordt door het water. Dus die stralen komen relatief niet ver. Dus je moet heel veel UV doseren om toch effectief te zijn. Als je het water op de een of andere manier kan voorbehandelen, dat die transmissie een stuk beter gaat worden, ja, dan zou je qua energieverbruik een behoorlijke optimalisatieslag kunnen maken. Dus bijvoorbeeld met een voorbehandeling dan, hè, op verlaging DOC of verhoging van de UV-transmissie. De metabolieten werden net al genoemd. Ja, dan denk ik niet direct aan bromaat, maar bijvoorbeeld afbraakproducten die optreden bij de ozonreactie, die kunnen net zo schadelijk zijn, of misschien nog wel schadelijker. Ja, daar zou je, of daar hebben wij in ieder geval ook nog een, achter de ozon nog een bioreactor staan, met het idee dat die nog wat afbraakproducten weer kan gaan omzetten. Ja, dan hebben we nog combinatie met andere technieken, hè, dus dat kan je ook zowel als voorbehandeling of als nabehandeling opvatten. En ook als combinatie met nutriëntenbehandeling. Dat is bij ons toch ook weer een aandachtspunt. Van als je in de toekomst aan de KW-eisen wil voldoen voor stikstof en fosfor. Ja, dat zou je dan met zo'n medicijnenverwijderingsstap kunnen combineren in een project. Dus volgens mij ook alle antwoorden kunnen weer goed zijn, hè? Ja, ja. Oké. Dankjewel. Zou je over het project wat jullie op dit moment, wat jullie al gestart zijn, zou je daar iets nader over kunnen toelichten en wat betreft de status en waar jullie naartoe werken als waterschap? Ja, wij zijn halfwege vorig jaar begonnen met die vergelijkende test. Daarbij vergelijken we twee oxidatieve technieken, dus de ozon met bioreactor en een UV-waterstofperoxide technologie. En de onderlinge prestaties willen we daarin goed vergelijken. We hebben als doel gesteld dat wij 80% van een aantal geselecteerde medicijnen willen verwijderen over die nageschakelde stap. Dus dat is een behoorlijk hoog rendement. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het verhaal over de gitstoffen, dat je 70% verwijdering wil over de volledige zuivering, inclusief die nageschakelde stap. Dus wij willen 80% over alleen maar die nageschakelde stap. Daar hebben twee leveranciers een testinstallatie op aardewerksel geplaatst. Nijhuis die heeft een ozoninstallatie geplaatst. En Van Remmen die heeft de UV-peroxide installatie geplaatst. Die hebben aanvankelijk een aantal weken of maanden tijd gehad om de optimale instellingen te gaan bepalen. En die hebben dan een beetje in het najaar een maand of nou 1 à 2 maanden de tijd gehad om daadwerkelijk optimaal te gaan doseren. En die resultaten worden dan met elkaar vergeleken. En in dat stadium zitten we nu. We hebben eigenlijk alle resultaten binnen en zijn bezig nu om het te vergelijken. We hebben al gezien dat bijvoorbeeld bromaat hoog is en dat het energieverbruik bij de UV-peroxide hoog is. Dus wij denken er nu aan om het onderzoek te gaan vervolgen om daar nog wat optimalisatieslagen in te gaan maken. En we willen ook nog eventjes, nu hebben we dus gestreefd naar die 80% verwijdering over de nageschakelde techniek. En voordat wij straks die fase 2 ingaan, willen we nog op een aantal andere settings gaan testen. Waar we dan een wat lager rendement gaan nastreven. Oké, dankjewel voor de toelichting op jullie project. Ja. Zijn er vragen vanuit de zaal betrekking tot het project? Ja, bijvoorbeeld voor de UV-peroxide gaan we ernaar streven om die UV-transmissie een stuk omlaag te brengen. Sorry, omhoog te brengen. Dus dan zou je minder energieverbruik hebben, want dat is daar eigenlijk het grootste aandachtspunt. En bij de ozondosering hebben we bromaatvorming als aandachtspunt. Nou, wat we daar willen doen is
enerzijds ook de DOC verlagen, zodat we minder ozon gaan doseren. En wat we daar ook gezien hebben, is dat wij op een bepaalde locatie ozon doseren in de installatie. En die is eigenlijk niet zo gunstig gekozen. Dus we willen naar een andere locatie waar ozon gedoseerd gaat worden. Dat zijn denk ik de belangrijkste punten. Die DOC-verlaging, hoe gaan jullie dat aanpakken? Daar gaan we eerst even wat voorbereidend onderzoek op het lab doen. En dat is inderdaad met wat verschillende kolommen met verschillende filtermedia erin. Dus bijvoorbeeld... Peroxide. Zou nog kunnen, ja. Een zandfilter met biologische werking of actief kool. Of een, peroxide dosering voorafgaand aan ozon. Bij Dunay hebben wij een gecombineerd proces met peroxide ozon UV, dat weet je wellicht. Ja, peroxon, ja. Ik vroeg me net al af van welk bedrijf je was, maar van Dunea dus, ja. We hebben... voor je DOC en ozon moet dan het pad geven, want er moet zijn. Ja. En dat was ook inderdaad naar aanleiding van een collega van jou waar we mee gesproken hebben, met Karin. Ja. Nou, de transmissie die valt erg tegen. Wij zitten regelmatig op een waarde van 40 of nog lager. En dat is met droog weeraanvoer. En dat je wel ziet dat als het gaat regenen, dus een flinke regenperiode hebt gehad, dat die dan wel oploopt tot 70. En aangezien die UV-peroxide pilot, er zit geen regeling op... Zoals we dat wel hebben met de ozon, hè? Die doseert op basis van de inline DOC-meting. De peroxide of de UV-straling is niet afgestemd op de UV-transmissie. Dus we doseren op een vaste waarde. Ja, en dan zie je dat die onder regenomstandigheden doet hij het goed. Dan heb je een hoge transmissie. Maar als de transmissie erg slecht is, dan haalt hij het niet. Oké. Okay. Nee. Dankjewel voor de toelichting. Ja. En dan gaan we naar onze volgende kennishouder. En dat is Arnoud de Wil. Arnoud is adviseur op microverontreinigingen bij RHDHV. En ook Arnoud heeft twee vragen opgesteld voor ons. De eerste vraag is, oxidatieve technieken zijn? Ja, een hele korte vraag. Ga jullie zelf antwoorden? Kijk eens aan. Ja. Al het genoemde. En Nederlands hoop in bange dagen. Ja. Ik denk dat we duidelijk met een zaal te maken hebben waarin voorstanders ook zijn. Want ik zie de drie tussenantwoorden weinig genoemd individueel. Dus er wordt in ieder geval ook positief gedacht. Dit was meer een prikkelende vraag. Van waar willen we eigenlijk nou mee? Met welke kant willen we op met ozon? Moeten we de oxidatieve toer op of moeten we absorptietoer op of nog een filtratietoer. Persoonlijk onafhankelijk adviseur maakt het mij niet zoveel uit. Ik denk dat ik me heel erg aansluit bij de allereerste vraag van Erik. Van kijk ook naar je water. Wat heb je nou voor handen? En de ervaring van Zwitserland leert dat je daar een ozonprotocol hebt. Die zegt kijk naar dat water, analyseer het. Zitten er bijvoorbeeld heel hoge bromideconcentraties in? Stap dan niet over op de ozontoer, maar ga dan op iets anders over. Dat wil ik hier eigenlijk mee benadrukken. Van, kijk gewoon heel goed naar jouw situatie. Wij hebben afgelopen jaar een aantal waterschappen mogen begeleiden die in de COP aan het nadenken waren over welke technologie ze gingen toepassen. En om hele uiteenlopende redenen kun je of bij de ene technologie of bij de andere uitkomen. Dat is echt maatwerk voor een locatie. Daarom kan het een hoop zijn in bange dagen. Het is zeker effectief, maar er zitten ook bepaalde nadelen aan. Onderken die en kijk of die voor jouw situatie... toepassing zijn. Oké, dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. Wederom een hele korte, krachtige vraag. Ozon oxideert voornamelijk. Wat doet het? We hebben heel veel antwoorden op de derde, zie ik. Ah, er komt nog eentje naar rechts. Kijk eens aan. Eentje links. Kan je hem toelichten? Ik zie hierboven net een weerspiegeling. Alleen één groen balkje boven. Dus ja. Volgens mij heeft iedereen hetzelfde antwoord gestemd als ik zelf. Heel fijn. Het is eigenlijk een beetje een introductie voor het onderzoek waar ik hier ook voor zit. Wij hebben een onderzoek bij STOA, onderzoeksvoorstel ingediend. En dat richt zich op de behandeling van DOC, TOC,
voordat je de ozone ingaat. En dat heeft juist hiermee te maken. Voor degenen die minder kennis van zaken hebben misschien. Gemiddelde effluentconcentraties, DOC, TOC, zijn ongeveer gelijk. Factor 0,9, 0,95 zit er vaak tussen. En die concentraties zitten op zo'n 10 tot 15 milligram per liter. Nou, de stoffen waar we naar kijken, de microverontreinigingen, of het nou biocides zijn of geneesmiddelen, die zitten in de concentratierange van nanogrammen tot microgrammen. Dus je hebt al snel een factor 1000 verschil tussen DOC, TOC en de stoffen waar je eigenlijk op wil schieten. Als je dan een niet hele selectieve techniek hebt, en die hebben we tot nu toe niet, want dat is vrijwel geen enkele technologie, dan ben je dus enorm veel absorptiemateriaal kwijt, of ozon kwijt, of UV kwijt, aan allemaal andere componenten die je eigenlijk helemaal niet wil oxideren. Wij denken dat je dan de technologie in zijn kracht moet laten en ozon moet gaan gebruiken om echt die stofjes te oxideren die je wil. Dat betekent dat je van tevoren een heel aantal andere stoffen eraf moet halen. En dat is ook het onderzoeksvoorstel. Ik ga direct even over als je het vindt op... Je mag meteen doorgaan. Het voorstel zelf, geen enkel probleem. Wij hebben een voorstel ingediend, dat heet PAC voor TOC, Powdered Activated Carbon voor TOC, TOC verlaging. Als je à la PACAS een klein beetje poederkool doseert, en dat hoeft dus helemaal geen dure poederkool te zijn die specifiek microverontreinigingen absorbeert, maar juist de DOC afvangt in je hoofdzuivering, en daarmee de DOC en TOC concentraties in je effluent enorm kan verlagen, heb je een directe winst op je ozoninstallatie. We hebben eerste inzichten dat dit kan uit het PACAS-onderzoek zelf. Dat is eigenlijk een kool die is helemaal niet geselecteerd om TOC of DOC te verwijderen, maar voor hele andere componenten. Nou, we hebben met eerste gesprekken met leveranciers ook al begrepen dat dat een vrij dure kool is en dat ze veel goedkopere kolen kunnen produceren als je andere doelstellingen hebt. Dus wij zijn van mening, en daarom hebben we dit onderzoeksvoorstel ook ingediend, dat je dus op een goedkope manier DOC en TOC kan afvangen in je hoofdzuivering. Gaat je ontwaterbaarheid van het slip ook iets vooruit? Want je bent wel poederkool aan het doseren. Dat hebben we in PACAS ook gezien. Je slipverwerking on-site verbetert. Je bent minder kilo's aan het afvoeren. Of je bent drogere kilo's aan het afvoeren, moet ik eigenlijk zeggen. En je ozon gaat gewoon veel efficiënter werken. Want de grootste, of een hele grote kostenpost van ozon is gewoon het ozon genereren on-site. En het inkopen van pure zuurstof, waar het meestal draait. Dat kan je dus gewoon enorm verminderen. Dus je zit nog wel met je initiële kosten van investering, maar je operationele kosten gaan aanzienlijk omlaag. Dat is het voorstel dat wij hebben ingediend. Daar gaan we de komende paar maanden een haalbaarheidsstudie voor doen. Dat begint met een aantal labtesten, waarin we eigenlijk alle koolleverancieren uitnodigen om met een goede kool te komen. Die gaan wij testen op reductie van DOC en TOC in een actief slip. Vervolgens testen we van de beste, daar selecteren we er een paar van, wat de verbetering is op ozonisatie in het lab. Nou, als daar goede resultaten uitkomen, dan wordt dat met de BC besproken en dan vindt het go-no-go moment plaats. En dan willen we dit eigenlijk op een full-scale installatie gaan testen. Dat kan in een zijstroom zijn, dat kan een volledige zuivering zijn. Zijn er nog waterschappen die over deze technologie nadenken? Of die misschien met PACAS in hun hoofd zitten? Want dat zou ook goed te combineren zijn. Als je PACAS al ergens toepast, dat je zegt, we pakken dat water en we gaan op een deelstroompje daarvan ook nog ozonbehandeling doen. Dan staan we daar zeer voor open. En dan denken we dat we daar een interessante technologie in de markt gaan zetten. Oké. Interessant onderzoek, Arnoud. Zijn er vragen aan dan betrekking tot dit onderzoek? We hebben nog geen waterschappen voor ogen. De STOA-ronde tot nu toe is het indienen van ideeën. Mm-hmm. En voor de haalbaarheidsstudie hoeft er niet per se een waterschap bij te zitten. Dat zal voor de pilot zal dat wel gaan gelden. En daar zijn we altijd uit, op zoek naar de gastheer. U zoekt een laagwaardige kool, begrijp ik. Heb je al navraag gedaan bij Aqua Minerals? Ja. Dat een soort beschikkingen? Ja, dat hebben we eigenlijk in een studie eerder al gezien dat Aqua Minerals inderdaad eigenlijk vooral vanuit Dunea een bepaalde hoeveelheid kool ter beschikking stelt, dat hergebruikt zou kunnen worden. Nou, dit is zeker een van de opties. Het is alleen de vraag, er lijkt een beetje een concurrentie op die hoeveelheid kool te komen. En die grove berekeningen zou voldoende zijn voor 3 of 4 RWZT's. Dus het is de vraag of we volledig moeten focussen op die kool of niet. Maar dat is zeker een interessante om te kijken. Tegelijkertijd weten we ook nog een industriële partij die ook een partij restkool heeft, waarvan wij vermoeden dat er nog heel wat restcapaciteit over is. Dus dat zijn inderdaad zeker interessante routes. Oké, duidelijk.
Zijn er nog meer vragen voor Arnoud? Ik heb eigenlijk voor alle, zowel de ozon als de peroxide, UV-peroxide discussies. 15 jaar geleden heeft STOA een keer een onderzoek gedaan op Leiden Zuidwest. Daar hebben ze vooral gefocust op nutriëntenverwijdering vergaand. Maar daar zijn ook testen gedaan rondom microverontreiniging, zoals het toen nog genoemd werd. En daarbij zijn deze testen, er is transmissie, maar ook DOC-verwijdering vooraf aan ozon. En UV-peroxide zijn daar ook al uitgevoerd. Ik merk vaak dat die studies van 15 jaar geleden niet meer bekeken worden. Het geeft wel veel input ook voor dit soort discussies. Dus, volgens mij zijn die cijfers namelijk nog heel valide. Die daar Oké, ik weet bij de grote lucht hebben we daar in het begin ook naar dat onderzoek, dat is daar goed in meegenomen. Goed, dan gaan we naar onze laatste kennishouder, Christa Morgenswijs van Sweco. En uiteraard heeft Christa ook twee vragen laat opstellen, wat ik begreep uit onze vorige sessie. Wat bepaalt eigenlijk de hoogte van de ozondosering? Nou, als er nog geen antwoorden komen, ik was de week ziek, dus een collega van mij heeft die vragen opgesteld. Ik ga ze toch zelf beantwoorden voor jullie. Wij hebben twee vragen opgesteld, niet op basis van ons onderzoek wat we bij de STOA uitvoeren, maar op basis van onze ontwerpkennis die we bij Sweco hebben. Wij hebben in Duitsland, door Sweco Duitsland, meerdere grootschalige ozoninstallaties al gebouwd, gerealiseerd, die draaien al. Dus we hebben best veel kennis. Op basis hiervan wil ik ook deze vraag beantwoorden. In de tweede ronde zitten wel twee antwoorden goed. Wij ontwerpen ozoninstallaties op DOC, een bromide gehalte van het effluent van een zuivering. Want die hoeveelheid dosering ozon is dus afhankelijk van de DOC-waarde in het effluent. En als er heel veel bromide in zit, wij willen dus weinig bromaat produceren, moeten we minder ozon doseren. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de volgende vraag. Wat bepaalt vooral het energieverbruik van de oxidatiestap? Dan heb je al verklikt eigenlijk zojuist wat de mogelijkheden. De twee goede zijn toch, zei je? Nee. Oh, dat dacht ik. Sorry. Maar dat geeft niets. Je mag een korte toelichting erop geven. Dan heb ik iets heel geks gezegd. deze weet ik, die is een beetje lastig te beantwoorden, want locatiespecifiek. Het opvoegemaal is natuurlijk heel erg afhankelijk van de energieverbruik ervan. Hoe hoog moet je opvoeren? De restozonvernietiging verbruikt het minste energie van die drie punten. Dus ik zou pleiten voor antwoord 3, ozonproductie in opvoegemaal. Oké, dankjewel. Maar de laatste is ook wel oké. Oké. dankjewel voor de toelichting. Jullie hebben vanuit STOA de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren, wat jullie uiteraard een voorstel voor hebben ingediend. Zou je daar een korte toelichting op kunnen geven? Ja, wij hebben een voorstel ingediend. Wij willen graag een technologie van een kleine leverancier vanuit Zwitserland onderzoeken voor de Nederlandse situatie. En die leverancier heet Usonic, misschien bekend bij jullie, misschien ook niet. Waar gaat het om? Het is een combinatie van twee technieken. En dat is ultrason en dan nageschakelde ozondosering. Wij gaan daarvan uit dat we door die combinatie van die twee technieken dus minder ozon gaan doseren en ook een kortere verblijftijd in die ozonreactor nodig hebben. Het is ons verteld dat we de hele installatie in de effluentleiding kunnen plaatsen. Of dat het geval is, moeten we even goed uitzoeken in de haalbaarheidsfase. Effecten die we verwachten zijn lagere investeringskosten,
lager energieverbruik, want we hebben geen opvoergemaal. En een grote bijvangst is hier desinfectie van het effluent. En dat speelt in op de verwijdering van antibiotica-resistentie. Want door de ultrasound die we toepassen en die cavitatie die plaatsvindt, worden die antibiotica-resistente bacteriën kapot geïmplodeerd. Op dit moment schatten we in dat dit technology readiness level op ongeveer 4 of 5 staat. En met dit STOA-onderzoek willen we dat naar boven brengen op ongeveer een schaal van 7. Wij gaan de haalbaarheidsfase binnenkort beginnen en ongeveer 8 maanden studeren wat er al bekeken is van universiteiten, zuiveringsinstallaties die technologie al getest hebben en zover. We gaan dat allemaal vergelijken met de situatie in Nederland. En na die 8 maanden krijgen we vanuit de BC van STOA een go-no-go. En als we verder mogen, willen we graag een installatie gaan testen in Nederland. Dus als hier nog een waterschap zit wat graag een pilootinstallatie wil hebben, is containerformat, kom even bij me langs. Oké, dat was het. Toelichting, ja, dank je wel. Zijn er vragen voor Christa? Heeft dat alleen effect op je bacteriologie of ook nog ergens anders op? Dat gaan we uitzoeken. Volgens mij heeft het ook effect op alle deeltjes, zeg maar, die gewoon kapot of kleiner gemaakt worden. Ik ga er op dit moment nog niet van uit dat microverontreinigingen afgebroken worden, zeg maar, of in kleine deeltjes worden gebroken, maar... Ja, dat lijkt me dus ook heel sterk. Maar dat gaan we dus uitzoeken. Ja. Misschien een kleinere ozonmodelletjes krijgen, daardoor een reactiever geheel. Er is wel literatuur, hè, dat ultrason in combinatie met peroxide of ozon een ALP geeft. Een gecarbonseerde oxidatieproces, dus hydroxylradicalen veroorzaken. Is wel literatuur. Ja, deze literatuur onder andere gaan we dus in de haalbaarheidsfase bestuderen. Dankjewel. Dat is ook nog een grote kennisjaad hierin. Dat kwam in de eerdere ronde ook al ter sprake. Ons is verteld dat het weinig energie kost, maar... Wat ik ken zijn onderzoeken met ultrason op slip. En daar kost het heel veel energie. We hebben hier effluent... waardoor ik hiervan uitga dat het minder energie gaat kosten. Maar... Oké, okay. Maar ja, bedoel, daarvoor wordt het onderzoek ook gedaan, om dat uit te zoeken met z'n allen. Het is natuurlijk geweldig dat er nu onderzoeken zijn om te kijken of we de voorgestelde technieken, dat die geoptimaliseerd kunnen worden. Zijn er nog meer vragen op dit moment? Zijn er nog algemene vragen? Ja. Bij al deze oxidatieve technieken... We zijn vooral met nu bezig, terwijl we ontwikkeling zien in de ontwikkeling van meetgegevens. Bij al deze sterk oxidatieve dingen staan bijproducten, waarvan die ontstaan of wat ontstaat niet weet, niet eens kunnen meten. We vervuilen onze eigen omgeving en verplaatsen naar de toekomst toe. In hoeverre loopt er op achtergrond discussie over het toepassen van deze technieken en daarmee de kans op verschuiving naar verdere toekomst voor nog problematische kwesties. Want we kunnen laten tegenkomen, maar we moeten daar ook niet een discussie over voeren. Van waar zijn we mee bezig? Om het hele nu kunnen een paar deeltjes verwijderen. Die verwijderen dan. Wat er ontstaat, weten we niet. Kunnen we niet meten. Maar dat gaan we wel verspreiden. Is er iemand die deze vraag... Ik wil wel antwoorden. Ja. Wat we dus wel gedaan hebben, is die simoniumscore gewoon echt goed bijhouden. Om kijken of we echt de toxiciteit van het water... Of we die dus kunnen verlagen. En wat we dus op de grote lucht gezien hebben, is dat we die toxiciteit van pakken bij 3-4 verlagen naar onder de 1. Dat die dus echt gewoon aan oppervlaktewaterkwaliteit voldoet. En ik ben het helemaal met je eens, Frans, dat we eigenlijk die discussie moeten voeren van... Zijn we nou niet ons milieu aan het vervuilen met kleinere deeltjes waarvan we nog niet weten of ze überhaupt op die toxiciteitstesten reageren? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dus...
ik vind het wel een heel goed punt om dat ook te agenderen. Maar in het kader van aldoende leren, dan, of aldoende leren, denk ik dat we wel door moeten gaan. Ja, maar dit is vooral een punt dat we hebben gedaan. Want we hebben nanoplastics geïntroduceerd en we lopen nu tegenaan met problemen. We gaan nieuwe technieken introduceren. Waar we eigenlijk al weten van, ja, wat we niet weten, is het wel slim. Nee, dus, correct. Hoe wordt dat in Duitsland en Zwitserland gedaan, waar ozon al is geïmplementeerd? Staan er een nageschakeld zandfilter achter? Ze hebben bijna op alle installaties een nageschakeld filter, ja. En vaak een zandfilter of koolfilter of een combinatie van die twee. Dat doen ze met reden natuurlijk, omdat ze het ook deze discussie hebben gehad. Gaan we het in Nederland ook zo doen? Nou, het zijn heel veel verschillende. In de eerste installaties die gebouwd zijn, dat is al iets van 10 jaar terug bijna, daar staan nog zandfilters achter. Maar de later gebouwde, daar staan biologische filters achter met iets van dragenmateriaal. Bij jullie komt een zandfilter achter, want die staat er al. Wat daar gezien wordt in Duitsland in ieder geval, weet ik dat. Want in Zwitserland is het volgens mij niet veel anders. Wat ze in Duitsland dus zien is dat die ecotoxiciteit die ze meten veel beter is. En ook door de nageschakelde filter eigenlijk niet verandert. Dus je hebt die ozoninstallatie die ecotoxiciteit echt omlaag brengt. En dan heb je nog een klein beetje die nageschakelde filter die doet eigenlijk niet meer heel veel. En even nog op jouw vraag. Jij zei, we kunnen al die metabolieten niet meten. Volgens mij, als we microfoonreinigingen meten, dan doen we een screening. Dus we zien pieken. En dan zien we ook al die metabolieten. Dus het is niet zo dat we ze niet meten. We hebben misschien geen naam daarvoor. Ja, dat is het probleem. Oké. We zijn inmiddels helaas door de tijd heen. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor jullie komst naar deze workshop. Wat ik bij de vorige workshop ook al zei, er is gewoon zoveel te bespreken over dit onderwerp. En 45 minuten is eigenlijk ook gewoon veel te kort. Maar in ieder geval allemaal bedankt. En ik wil jullie ook bedanken voor jullie toelichting op elk specifiek onderwerp.